Meerdy, zou jij even naar voren willen komen? Want ik wil jou iets vragen over het Flamenco Festival in Gent. Dat vindt plaats op 29 en 30 juni en 1 juli. Dus dat is precies tegelijkertijd met Couleur Café. Maar ja, in deze tijd is dat niet ongebruikelijk dat festivals tegelijkertijd plaatsvinden. Dat is Amsterdam Roots en Herpen bijvoorbeeld. Maar goed, dit zal elkaar zeker niet bijten. En het is toch wel heel erg verschillend. Ik heb hier een flyertje. Ik had gehoopt dat er ook nog een grotere poster was. Heb jij die bij, Jan? Oh, die hangt daar. Dat kunnen jullie straks allemaal nog een keer kijken. Kun jij de programmering een klein beetje toelichten en misschien ook aan de hand van de programmering een beetje vertellen wat jouw insteek in deze muziek is? Oké. Dus de eerste avond is Jeff, Neve en ik in duo, piano en gitaar, met elk zijn eigen composities. En daarachter Siri Moussa, dat is José Manuel León. Dat is een vrij goede hedendaagse gitarist. Met een vrij goede danser en een Hansse band. Met moderne flamenco. Daarachter, de dag erna dus. Dat is hier. Compadres, dat is meer de. Hoe moet zijn? De energie van Paco Lucía, die gitarist. Dat is Nino de Pura. En die speelt ongelooflijk goed gitaar. En Nomads Project, dat is Sofia Hero, dat is zo de beste danser eigenlijk van België. Samen met Dick van der Harst en een Hansse band. Heel verrassend en heel veelzijdig, net zoals jij speelt ook en jouw insteek in de flamenco ook verrassend is. Sterker nog, jij maakt de Spaanse, wat de Spaanse duende heet, werelds. En daarvoor mijn dank. En ik neem aan dat jullie van Meerdy gaan genieten. Wat ga je spelen, Meerdy, van je nieuwe cd? Ja. Welke stukken? Ama. Ama. Dat is een... Dat is een boeleria. Osho en Lucia. Goed. Meerdin is dus op 17 juni bij Vrije Geluiden te bewonderen. En 's middags staat hij op het Houtfestival in Haarlem. Dus dat is op dezelfde dag. Gaat dat zien en gaat van hem genieten.